Het is het bijzonder namelijk, vooral de laatste zinnen. Het is niet Sonja Barend, maar het is wel een hele beroemde vlogger. De derde interviewer. Oh, zie je wel? Ik wist het. Hi Hanneke. Granny. Ja, het is Omroep Max, maar niet Sonja Barend. Namelijk, sorry. Het was heel fijn. Sorry. Heel fijn. Ja, heel fijn. Nou ja, dat moeten we nog maar helemaal afwachten. Ja, maar dit zijn altijd nooit makkelijke gesprekken die wij voeren. Nee, wij voeren geen makkelijke. En ik hoor kennelijk niet bij de vier jongens met wie je zo bevriend was in het begin. Maar daar hoor ik toch ook al een beetje bij, hè? Ja, maar niet over seksualiteit en zo. Nee, precies. Ieuw, zoals mijn kleine. Jij weet wel veel van mij, maar niet dat soort dingen weet ik niet van mij. Nee, hoe je precies klaarkomt, dat weet ik gewoon niet. Nee, maar dat weten de jongens ook niet. Nee. Wel, hoe vaak? Goed. Heb je het over de jongens Peter. Kas en Toby of over de witte wijnjongens? Over Peter en over Hans Kesting en over Cornat en Michiel van Erp. Oké. Okay. Zeg, Paul. Nou, de overgang is heel makkelijk. Het feestje is nu klaar. Hè? Het leuke praten over je werk. We gaan het nu hebben... angstige blik. We gaan het nu hebben over jouzelf. We hebben laatst je 55ste verjaardag gevierd. En vroeger zei je altijd, nou ja, oude mensen was voor jou sowieso niet helemaal je ding. En je zei altijd, als ik 52 ben, dan ga ik dood. Dat is jammer voor iedereen, maar dan is het gebeurd. Toch de 55 gehaald. Hoe voelt dat? Goed. Maar jij weet iets van mij. En dat is, daar was ik bang voor. Ga ik het zeggen, ga ik niet zeggen? Ik vraag je niks wat je niet wil zeggen. Goed, ik weet wat je bedoelt. Ik ben ziek geweest en... En dat is goed nu. En dat heb ik gevierd. Met een aantal mensen die ik heel, in die tijd heel erg in mijn buurt waren. Ja, ik wist dit. Ik zou er nooit over begonnen Nee, zijn. Maar goed, als je ook die verjaardag begint, weet je natuurlijk dat dat gewoon zo'n bijzonder moment was in mijn leven. En dat was ook de reden dat ik dacht, ja, ik heb blaaskanker gehad. Geef mijn hand. Nee, hoeft niet. Maar nu gaan we naar buiten. Het wordt ook het is anders als het over de twee weken maar gebeurt. Maar het is helemaal goed afgelopen. Het is helemaal goed afgelopen. Het is vorig jaar een tumor bij me weggehaald in de zomervakantie in Spanje. En ik ben ontzettend goed opgevangen in Nederland. En ik heb ongelooflijk veel steun van vrienden. Maar vooral mijn man, mijn kinderen en ook door de uroloog. En het is teruggekomen in december weer, wat schokkend was. Maar dat is vaak. Het is een milde vorm, niet spierinvasief. En ik ben nu, 18 april, onderzoek heb ik gedaan en ben ik schoon. Maar ik wilde niet dat het bekend zou worden, omdat ik vind dat het... dit is behandelbaar en het is allemaal niet zo heel heftig. Voor mij wel, maar ik wilde niet dat het naar buiten kwam. Maar ja, als jij het begint over die 52 en 55... Ja, vorig jaar sloeg het noodlot toe en de hond dood. En nou ja, daarna dan ik met die blaaskanker. Was voor ons heel zwaar, ook omdat nog, en dan nog Jannie dood, onze trouwe hulp, we waren jarenlang, onze golden girl. Nou ja, Guus Straat dood, het was nogal flink. En toen op mijn verjaardag, ik wilde eerst met kleine mensen vieren, maar toen heb ik het afgezegd. Ik dacht steeds, nou, laat me niet doen door de dood van Guus Straat. En toen op een gegeven moment zei Steven, we doen het wel. En ja, toen waren jullie de mensen die echt voor mij in dat jaar zo belangrijk waren. En ook het niet naar buiten begooid, die het helemaal binnen hielden. Dat ik dacht, jullie zijn zo ontzettend belangrijk voor mij om die verjaardag te vieren. En dat hebben we dus gevierd. En dus voel me heel erg goed. Onvergetelijk feest was het ook. Ja. Ja. Wat ook zo mooi was, het heeft niets meer met een interview te maken dit. Maar dat had Stefan, jouw man, bedacht. Dat we allemaal, alle gasten, een nummer voor een playlist moesten opsturen. Wat ons aan Paul verbond of waardoor we aan Paul zouden denken. En tijdens het diner werd die playlist afgespeeld. En één voor één stond degene, na een minuutje hoorde je dat nummer dan. En er stond iemand op en bracht gewoon een kleine ode aan jou. Ja. En toen dacht ik, je bent wel ongelooflijk geliefd. Ja. Voel je dat ook altijd? Ja, maar dat voel ik me altijd wel.
Maar zeker op zo'n avond. Want ik had ook echt gevraagd, alleen echt nogmaals mensen die maanden zo heel erg belangrijk waren. En, want kijk, toen het gebeurde, toen ik die fles rode wijn plaste op een zomeravond, zaten mijn beste terwijl homo's. Terwijl je alleen maar van witte wijn houdt. Alleen maar van witte wijn. Dus heel ongemakkelijk. Ik was zo dronken als dat. Ik dacht, kijk nou, je klote mijn lood in het toilet. En, maar ja, daarna is wel de hel begonnen. Want binnen 24 uur lag ik gewoon in een operatiekamer met een kwaadaardige zwel in je blaas. Maar daar waren wel al die homovrienden bij. We waren met 9 of 10 man. Dus en dat is absurd. Het zal ongetwijfeld nog eens een keer dat ik daar echt lang over praat, dat ik het een keer opschrijf of zo. Maar in ieder geval, dat was het groepje wat ik erbij wilde hebben. En nou ja, goed, jij ook. En ook wat meer. Maar ik had ook een paar mensen die ik eigenlijk nooit had uitgenomen. Die waren ook voor mij heel belangrijk in die periode. Ja. En die hadden allemaal een liedje wat echt ja, heel bijzonder was. En ik moest ook raden van wie het liedje dan was. Maar ja, god, het was gewoon een onvergetelijke avond, ja. Ja. En, maar eventjes, ik was eigenlijk helemaal niet uit om over die blaaskanker te praten. Want dat zou ik nooit zomaar doen. Nee, maar als je over die verjaardag begint, die, ja, echt maar die gewoon, was die voor mij gewoon, over, ja, mijn over gezond zijn. Ja, dat is waar. Maar ik vroeg me af. Scherpe journalisten. Ja. Doe ook maar wat. Je doet niet zomaar wat. Nee, maar ik bedoelde echt niet. Ik dacht meer van, omdat je altijd zo aan hebt gekeken tegen dat ouder worden. En je nogal een hypochonder bent. Ja, dat is nu weg hoor. Het is helemaal weg. Als je weet wat dat betekent. Ja, dat je overal denkt, ik heb het, ik ga dood. Ik heb precies kanker, ik ga dood. Dus ik vroeg me af, inderdaad, als je dan iets overkomt. Je leek ontzettend rustig en uitgebalanceerd over die tegenslag. Ja, dat is weg. Dat is totaal weg. Ik kom dan wel bij de dokter als ik al iets heb en zeg, dokter, wat is het, botkanker of is het gewoon een jicht? Jicht, zegt hij. En ik zeg ook steeds van, moet ik nu onderzocht worden? Wat wil? Maar ik kom al heel lang niet meer bij de dokter. Ik bedoel, ik ben nu onder behandeling. Dat moet nog 3 jaar duren bij de uroloog. Maar ja, zelfs daar heb ik weer geweldige assistentes die ook echt voor mij weer fantastisch zijn. Omdat ik gewoon meer kan zeggen, god, toen er weer kleine poliepjes waren, dus zei ik alleen maar, goh, ja, het is kut. Ja, ze die assistent, het is gewoon kut. Ja, kut, kut, kut. Nou ja, gewoon die poliepjes. En dus je, ja, ik voel me wel heel erg geliefd op die avond, maar wel ook wel, dat heeft natuurlijk buiten dat je ziek bent geweest te maken, maar ja, je komt in een heel ander vaarwater terecht. Ik liep op een gegeven moment de trap af, dat was, ik denk in november of zo, oktober, november, nadat ik de eerste controle had gehad, was geloof ik 18 oktober of 18 september, en toen liep ik echt de trap af, nou, dit kan ik dus ook aan, kanker. Dat klaar, en wat ik zeg, er zijn zoveel mensen waar het veel erger is, hè? Ik bedoel, ik heb echt geluk, hè? Ik heb dus een milde vorm en nogmaals, maar ik dacht dat wel van mezelf, nou, dit kan ik dus aan, dat is fijn. Ik word niet zo paniekerig. En toen ik in december terugkwam, dat was 18 december, hadden we ook helemaal niet verwacht. Maar ik zei tegen mijn man, we gaan tegen niemand zeggen, ik wil niet als een zielige patiënt onder een kerstboom gezet worden. Daar waren ook wel mensen die dat jammer vonden dat ik niet had verteld. En die hebben gewoon met mij kerst gevierd. En oud niemand, die hebben helemaal niks gemerkt aan mij. En de eerste opname van Wie Stil Mijn Show had ik niks tegen mijn directeur. Maar in de volgende dag moest ik me melden met AMC, want zou ik geopereerd worden. Maar ik heb dat allemaal niet verteld, want ik wilde niet, daar had ik geen zin in. Maar in feite heb je dus iets bij jezelf ontdekt wat je niet wist dat je was? Nee. Betekent dat, want je zal nog een aantal jaren door moeten, je wordt gewoon nog veel ouder. Dat is het slechte nieuws van deze middag. Nou, jij wordt gewoon een hele oude man. Betekent dat je een soort volwassenwording in een soort turbo-ding hebt meegemaakt? Want je was natuurlijk altijd nogal stapelgek aan de ene kant, aan de andere kant allerliefst, maar een soort ongeleid projectiel, ook over je gezondheid. Ja, nou goed, ik denk dat dat absoluut heeft bijgedragen en ook dat ik toch wel iets gezonder leef, voor mijn gevoel. Wat was het ongezonde van je leven? De drank en snaaien, dat vooral, god, de mayonaise pot, daar horen vingers in. Maar dat is iets gecontroleerder. Daar hoort de vinger in. Ja. Maar dat is een heel andere lied waar we nu in zitten, ja. Maar dat is wel dat je daar iets beter. Maar goed, je hebt het gewoon een keer meegemaakt. Ik heb een keer ook in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in een Spaanse operatiekamer gelegen waar ze alleen maar Spaans spraken. Ik ben bij een Spaanse uroloog geweest. Ik zag wel diploma's hangen, maar het had ook kunnen zijn diploma's van de beste chorizo-maker van Spanje. Terwijl het toch een gerenommeerde uroloog was en die alleen maar kon zeggen blatter, de blatter. En verder niks. Want, ja. Dat is blazen in het Spaans. Ja, dat is blaas. En want ik ging ook naar de uroloog. Ik zei tegen mijn man, die ging wijn halen. Ik zei, nou, dat moet, dat is zo. Maar toen moest ik bellen. Ik geloof dat toch erger. Ik hoor toch het woord urgentia.
Maar ja, dat kun je nu, daar lach je nu om. Ja. Maar dat is als toen in juli was het echt redelijk. Nou, niet zo paniekvoetbal. Want hij zei, u moet de volgende dag geopereerd worden. En toen zei een ander, ik had een second opinion gevraagd. Die waren dus met Transavia nog terug aan Amsterdam. Ik zei, nou, ik ga wel op die tafel liggen. Ja. En dat is, als je dat een jaar geleden zou zeggen, zou ik zeggen, nee, no way. Ik ga terug naar huis. Ik ga naar de uroloog in Amsterdam. Maar dat heb ik toch niet gedaan. Ja. En al jouw werk, waar het net ook al veel over is gegaan, heeft altijd heel veel met jou persoonlijk te maken. Hè? Ik had nog een stukje uit laten zoeken van de Puber Kookshow. Je hebt twee pubers. Ja. Wat heet pubers? Pubers als kinderen. Ja. Maar ik sla dat nu even over, want ik wil weten dit. Deze toch voor jou heel belangrijke en emotionele doorstart, zal ik maar zeggen. Gaan we dat terugzien in werk? Ga je hier iets mee doen? Ja, dat denk ik wel. Ik ben aan het schrijven, God schiep de poliep. Dat is een werktitel. En waar gaat dat over als ik vraag? God schiep de poliep. Dus ja, God schiep de poliep, dan heb ik nog geen beeld. Nou ja, dat is, wat wordt het, een comedy? Een diepgaande Dostoevsky? Welke league gaan we zitten? Het wordt een novelle. Maar nee, dat weet ik nog niet. Maar ik ben het gewoon aan het schrijven en ik ben een stukje aan het opschrijven. God schiep de poliep. Maar dat gaat echt over... Dat gaat over wat er is gebeurd. Okay. Ja. En wat ik zei net... dat ik zei, ik ben zo goed als ik me voel. Nou ja, dan moet je nog maar eens kijken naar Wie steelt mijn show. En dan zie je opeens eind de laatste aflevering... dat het om veel losser wordt en veel... Ja, op een gegeven moment... Wat ik altijd heb gewild van dit programma. Ja, ja. Maar je ziet gewoon... De eerste aflevering zie je toch wel dat ik... Dan zie je toch dat ik de volgende dag geopereerd moet worden... aan de 9 poliepjes. Ja. Goed, en ik vind het ook helemaal niet erg dat u gezegd is, hoor. Iedereen mag ook daar ook de haal, want het moest toch gebeuren. Anders zou het over 2 weken gebeuren. Ik ga naar een gala toe, een kankergala in Noordwijk, waar ik graag wel iets wil zeggen over blaasonderzoek. Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat het nu naar buiten is. Ik ben ook eigenlijk wel opgelucht dat het nu eindelijk naar buiten is en dat het allemaal goed is. Maar het is, met terugwerkende kracht is het heel zwaar geweest. Ja. Werk en dit, de combinatie. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die hiermee te maken hebben. Die jij ook altijd interviewt. Die altijd. Ja. Er komen natuurlijk. We hebben persoonlijk nogal veel te maken gehad met mijn neefje die kanker had en overleden is in jouw nabijheid. Maar dat het natuurlijk eigenlijk ook wel goed is om het te zeggen. Ja, maar dat zei ik. Ik zei toevallig tegen mijn man. Ik zei, als nou Hanneke of Gijs of Sonja, ja, dan komt het toch ter sprake. Dat is gewoon, misschien dat ik het ook wel wil, dat het nu, want het nu goed, ik ben nog niet vrij, hoor. Er zijn ook blaaspoelingen tegenaan gaan. Ik kan er ontzettend leuk over praten wat allemaal gebeurd is. Maar nogmaals, ik heb een hele milde vorm. Ik ben heel erg, wat dat betreft heb ik geluk. Maar ja, ik heb ook bijvoorbeeld mensen die heel erg zwaar aan de chemo zijn. En die weten niet van mij. Dat vond ik ook een soort... Ja, ik dacht, ja, maar ik wil het gewoon nog niet. Niet om me voor schaam, maar ik wil niet te veel aandacht erop hebben. Er zijn ergere dingen qua kankers dan die ik heb. En dat zei ook mijn uroloog bij Amsterdam, die ik dan wel verstond, van, jij hebt ook een kanker, hè, dus ga er niet onder zitten. Daar had hij wel gelijk in, want ik dacht, ja, niemand merkt het ook aan mij. Dus een cabaretkanker had je, Kleinkunstkanker had ik, KKK. Nee, maar het is echt het viel niet mee. Maar het is, ik ben ontzettend goed gesteund. Hoe gaan de komende, wat en God schiep de poliep, dat wordt dus die novelle. Je was toch ook een serie aan het schrijven over een ouder wordende comedian? Ja, dat is ontzettend leuk om te doen. Dat heet Het moet niet gekker worden. En er is heel vaak gevraagd, wil je iets doen naar aanleiding van Setting Fiona? We hebben dat geprobeerd, een tweede serie, maar Kees Prins wil absoluut niet meer... Freek spelen, dat was de Mien Dobbelsteen van onze serie. Dus toen zijn we mee gestopt. En op een gegeven moment heb ik, naar aanleiding van Curb Your Enthusiasm, dat is een geweldige Amerikaanse serie, van Larry David, wat gaat over een Joodse man die totaal ongemakkelijke situaties zit. Een beetje jeuk. Ja, zeker, een beetje jeuk. Ja, dat is ook vervelend dat jeuk er nu is. Want ik dacht, ja, jezus, dat had ik ook willen maken. Maar in ieder geval... Maar dat denk je van alles. Mag denk je van alles, ja. Oké. ik ook, hoor. Ja, maar in ieder geval, dus heb ik een serie gemaakt over een lagerwal geraakte entertainer. Die zelf niet weet dat hij meer succes heeft. En die komt bij de vader en de vader zegt, je hebt al contract voor 2 jaar. Je gaat net zoals Roy Donders of Virginia en Pat Jan-Lens, ga je een real life soap maken. We zijn geïnteresseerd hoe een loser zich overeind houdt in de televisiewereld. En dan is het is een reality soap geworden. Maar mijn man wil niet meedoen, mijn kinderen willen niet meedoen, behalve mijn schoonmoeder. Dat is allemaal fictief, dat is niet echt
luisteraar. Dus je ziet dus echt mijn man die gewoon steeds uit beeld stuift. We hebben twee donkere jongens die met vuilniszakken over hun hoofd spaghetti zitten te eten. Zoals het ook is bij jou Zoals thuis. Ook is bij ons. Ja. En ondertussen heb ik problemen met de VARA. Ik moet andere dingen doen. En ook bijvoorbeeld, ik heb ook een aflevering dat ik vanwege een jubileumuitzending dat ik ster op het doek mag doen. We hadden goed man. En er komen dus drie kunstenaars. Dan kom ik binnen. Eén kunstenaar herkent me niet. De tweede kunstenaar loopt weg. Daar begin ik niet aan. En de derde kunstenaar blijkt dan de assistent te zijn. Want het gaat ook over die blaasdingen. Die blijkt dan de assistent te zijn die ook als hobby want heeft. Want die loser heeft ook blaaskanker, mag ik hopen? Nee, die heeft één blaascontrole. Oké, een blaascontrole. Elke week zit hij in heeft iets wat niet klopt. Ik zou iets erin doen. En daarmee zijn we klaar. Dames en heren, Hanneke Groenteman. Ja, ik wist het wel. Weet je indikken? Sonja was te duur. Alle twee, kom mee. Meneer Leeuw, u in die hoek. Mevrouw Groenteman terug op die plaats.